Matten de Moes moest gauw even naar de winkel om baltjes te helpen voor in de sap van Iemke de Eekhoorn. Maar hij is zo haastig dat hij net eens verneemt dat hij maar zijn poortje in een hoenenstront stapt. Je bent er weer, Iemke! Nou, had dat niet goed, Iem? Wat roept die sap lekker! Ik roek echt wat oors, Matten. Het stjontje! Oh, ja, dat doe haast gelijk, Iemke. Nou roek ik het ek. Het stinkje hier vies. Jammerlijk. Het roekje naar je strand. Ah, nee, maar waar komt die vieze strandlucht dan fijn, Matten? Dat vind ik niet. Ah, oh, Matten in pootjes. Huh? Nou, maar Sjen. Wat doet die er allemaal met pootjes, Iemke? Alle je strand, Matten. Huh? Bakkes, wat vies. Oh, ja. Die pootjes zitten eronder. Oh, en de vlier. En ik de matten. Oh, verschrikkelijk. Ze wies naar Matten zijn pootjes. Nou zucht het moeske het ek. En hij viel het ek. Dat vieze goed plak tussen zijn tjentjes. En maakt het brune plakken op een vlier. Maar dat is het slimste net. Het stjongt zo bot dat Iemke en Matten net eens meer het sap roeken kunnen. Iemke knipt de noos dicht en zei: Doe maar die waskje, Bart. Ja. En we koude vlier en de botten, maar we schermijtje. Het wordt oors hoog één keer. Keer sopje, hè? Nou, ik ben lelijk, Iemke. Hartstikke lelijk. Hoe kom ik nou aan die strand op mijn bootjes? Dat zou ik wel graag eens weer te vallen. Ik is de strandsporen wel volgen, Bart. Sjou maar. Matten kniept de noorzek dicht. Hij rent naar de door, het tegelpaadje del, en op het tegels stingen de brune printen van Matten zijn poortjes. Midden op het paad hoorden de sporen op bij een bruin bultje. Je gaat in trappen, Iemke. Ik zorg het al, Matten. Dat is een hoenenhoopje. Ja, maar dat jij het net op mijn stoep, Iemke. Ik voel dat ik de baas van die hond te pakken hier. Dan zoek ik hem de eer maar dit spul in smarren. Ik kan het niet meer op mijn eigen paasje rennen zonder u te krijgen in een hoenendroom. Prottelien gaat Matten weer in een hoes. Iemke, die zet het sap uit. Ze hij eerst wel wat oors te dwaan. Ze krijgen ames mooi wetter en griene schippen en een grutte binder. Eerst maak het Matten de poortjes kin. En als die skin binnen, dan binnen de vlier en de matten onbaar. Zullen we dan de stoephek even skin spuitje Matten? Want de oorstrapen straalt ze wel in. Ja, dat is stom, hè? Na je skofke is alles weer skin en roekt het kemmeke weer lekker fris. Lokkig roekt het sap aardig beter als niet krekt de poortjes van Matten. Het smakert maar best, maar al die lekkere baltjes. Morgen is er weer een nieuw avontuur van Matten de Moes. Nou maar lekker koe zijn. Ont morgen!